Ik heb er echt super veel zin in om lekker met jou weg te gaan. Inderdaad, op dat moment toch onzeker voor. Alsof ik aan de andere kant van Nederland ben, maar dat is dus niet zo. Oh, ik heb hier zo lekker zitten chillen. Hiermee voel je je in ieder geval een stuk minder schuldig als je weer iets nieuws koopt. Ik wil niet! I'm late. Goedemorgen. Ik heb geen zin in vandaag. Ja, wat leuk dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik start deze video zo lekker rustig en fijn. Ik ga vandaag voor het eerst een nachtje alleen weg. Dit is iets waar ik zo erg naar verlang. Het mooie vind ik van deze levensfase waarin ik zit, is dat het gewoon één grote spiegel is. Mijn kinderen zijn één grote spiegel en ik leer heel veel over mezelf. En wat ik geleerd heb onder andere is dat ik heel veel behoefte heb om alleen te zijn. Soms past bij mijn persoonlijkheid. Past ook gewoon bij mijn drukke leven. Ik heb het echt nodig om af en toe op te laden. Dus wat ga ik doen? Ik ga een dagje en een nacht weg. Hier ga ik dus naartoe. Landgoed Duin en Kruidberg. Het zit dus midden in de bossen zoals je ziet. En vlakbij het strand. En ze hebben een heerlijk sauna gedeelte. Dus ik ga me niet vervelen, denk ik. Dit landgoed ligt ongeveer half uurtje van Amsterdam af. Voor mij dus echt ideaal. Ik had ook naar Zeeland of zo kunnen gaan. Of naar Limburg of Groningen. Maar ik vind dan toch de afstand ergens houdt me dan ook wel weer tegen. En nu heb ik echt het gevoel alsof ik aan de andere kant van Nederland ben. Maar dat is dus niet zo. Het zonnetje schijnt. Ik had echt geen betere dag kunnen kiezen als vandaag. En ik weet niet, man. De rust, de stilte. Het doet me nu al zo goed. Ik heb gewoon te lang als een malle geleefd. Te veel altijd ingepland. Terwijl ik nu pas tot de conclusie kom. Ik heb mijn me-time echt alleen nodig. Ook natuurlijk leuke dingen doen. Maar ook af en toe echt alleen zijn. Om gewoon even tot mezelf te komen. Dus dat ga ik nu doen. Ik kan niet wachten. Dit is dus een landhuis uit begin 1900. Oeh, kijk nou. Oh, kijk dit uitzicht. Ik heb zo'n geluk met het weer. Ik ben echt heel erg van work hard, play hard. En dat klinkt misschien heel fout, maar het is wel zo. Hard werken, dus ook gewoon hard werken bedoel ik ook voor de kinderen zorgen. En natuurlijk al het andere wat je allemaal in je leven doet. En dan moet je ook gewoon jezelf regelmatig verwennen en ervan genieten, zeg maar. Omdat je anders alleen maar aan het rollen bent. En in dit bed lig ik dus vanavond alleen. En ik realiseer me absoluut dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Maar een dagje sauna of gewoon een avondje jezelf echt opsluiten in de badkamer. Schat, kids, ik ben er vanavond even niet. Is natuurlijk ook jezelf wel in de watten leggen. Dus het kan natuurlijk op alle verschillende manieren wat voor jou fijn is of passend is binnen jouw leven. Ik heb ook gewoon geen make-up opgedaan vandaag. Ik dacht, ik ga even back to basic, zeg maar. Gewoon de hele dag chillen. En ik kleed me altijd heel erg graag naar de mood die ik wil. Vandaag vond ik het zwaar ongepast om make-up op te doen. En als ik dan weer me goed wil voelen en lekker energiek, nou, dan kleed ik me weer krachtig en heb ik weer een totaal andere outfit met make-up. Dus ik ga eigenlijk ook gewoon niet langer lullen. Ik ga mijn badjas aandoen. Ik ga de spa in. Zo, ik heb net nog even snel geluncht. Ik ben dus heel benieuwd of dat ik straks vanavond denk, oh, ik zou eigenlijk ook prima lekker nu al naar huis kunnen. Of dat ik er een paar dagen vast zou willen plakken. Er is nu niemand in de spa, dus kan ik even stiekem een kijkje geven. Oh, ik heb hier zo lekker zitten chillen. Ik denk dat ik hier wel 5 uur gelegen heb. Daar, om precies te zijn. Lekker een blaadje gelezen. Hier heb je nog een heerlijke stoombad. Daar nog een infrarood sauna. Echt zo fijn. Ik heb zo genoten van gewoon alleen maar rust, niet praten. De kracht van stilte, jongens. Echt waar. Ik lijk wel een oud wijf die nu aan het prediken is. Maar het is echt, dit heb ik zo gemist. Gewoon stilte, geen gejengel. Niemand die iets aan je vraagt.
Geen werkgerelateerde calls, gewoon even helemaal niks. Bedacht ik me, ik heb geen kam mee, geen borstel. Wat hebben ze hier? Kammetjes. Is toch geweldig. Ik hou ervan dat er dan overal allemaal aan gedacht wordt. Weet je waar ik ook van kan genieten? Dat het soms gewoon op bepaalde plekken donker is. Dat je gewoon de maan ziet. En in de stad waar ik woon is het gewoon nooit, echt donker. En dan weet je die koude lucht nu. Die hele gezonde zuurstof. Zo, fris en fruitig. Ik zat heel erg te twijfelen of ik nou make-up op ging doen. En toen dacht ik, oké, ik ga toch make-up opdoen. En vervolgens had ik de gedachte van, dat is eigenlijk heel raar. Want ik voel me dus niet zelfverzekerd genoeg om zonder make-up in een restaurant te gaan zitten. Daar voel ik me dan dus niet prettig bij. Daar ben ik dan inderdaad op dat moment toch onzeker voor. En ik kan wel voor jullie allemaal, nou ja, hoeveel kijkers heb ik elke week? Duizenden. Kan ik wel gewoon zonder make-up op de video elke week. Dat is zoiets raars. Een vriendin van mij die was laatst ook in haar eentje weggegaan. Een nachtje en een dagje. Mede door haar ben ik hierdoor op dit idee zeg maar gebracht. Geïnspireerd. Maar zij zei van ja, heerlijk. Het enige waar ik wel echt aan moest wennen was in mijn eentje in een restaurant zitten. Overdag heb ik wel meerdere keren in mijn eentje in een restaurant gezeten. Gewoon lekker in mijn eentje lunchen. Maar niet, inderdaad niet 's avonds volgens mij. Anyway, ik ga het ervaren. Gezellig met mezelf uit eten vanavond. Ik moet zeggen dat dit ook wel een klein beetje een experiment is hoor, wat ik nu doe. Dus alleen ook echt met overnachting. Ik had net even geskyped met Sjoerd en mijn twee lieve kindjes. En toen dacht ik ook wel van ja, ik mis ze echt nu al wel. En ik ben nu 8 uur of zo weg van huis. Dacht ik, misschien is het ook wel echt voldoende om gewoon de hele dag alleen maar van 's ochtend tot het einde van de dag een sauna te doen in je eentje. En dat je wel gewoon thuis slaapt. Want als mijn man nu vanavond een rotnacht heeft, dan voel ik me wel weer super schuldig. Aan de andere kant, ja, weet je wel, dan ben je wel meteen weer, voel je je meteen weer bezwaard. En dan kom je eigenlijk wel meteen weer in de zorgstand. En dat is nou precies wat je nu natuurlijk even niet moet doen. Is echt alleen maar aan jezelf te denken. Het is wel een beetje egoïstisch van me om in mijn eentje weg te gaan. Zo kun je het ook bekijken. Ja, het is wel zo. Ik denk dat heel veel mensen het niet doen. Want ze denken, ja, weet je, waarom zou ik in mijn eentje weggaan? Doe mijn man dat toch ook... Weet je, voor mijn vriendin. Nou, proost Marliek. Op mezelf. Ik kan het ook nooit een keer netjes houden, hè, de tafel. Het is altijd helemaal ontploft. We sluiten hem goed af met een lekker kokosijsje. Nou, ik ben inmiddels weer in de kamer. De conclusie. Is het fijn om in je eentje in een restaurant te zitten, yes or no? Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het best wel chill. De eerste 3 minuten is het een beetje ongemakkelijk dat je denkt... Wat ga ik nu doen? Ik zit toch in mijn eentje aan een tafel. Het is een beetje saai. Ga ik naar buiten staren? Ga ik op mijn telefoon zitten? Nou, dat laatste dat wilde ik liefst niet doen. Want dan dacht ik, kijk, ik zit hier ook wel voor mijn rust. En om juist even een beetje te ontkoppelen van alles wat je thuis al doet. Dus op een gegeven moment, ja, heb ik toch gewoon een soort modus gevonden van lekker naar buiten kijken. Ook lekker gesprekken afluisteren van mensen. Ja, een beetje mensen kijken, weet je wel. Ja, ik kan niks anders zeggen dan dat dat hartstikke ontspannend is. En eigenlijk precies waar ik zin in had. En again, het klinkt misschien heel erg, ja, inderdaad boring, maar gewoon niet praten. Ik vind het echt zo fijn om even niet te praten. Ik denk dat ik gewoon mijn hele leven zoveel gepraat heb, privé, maar ook voor mijn werk, dat ik gewoon... wel een jaar stil zou kunnen zijn om het gewoon allemaal in balans te brengen. Misschien moet mijn volgende trip wel een soort van stilteklooster zijn. Ik ging dat filmpje even terugkijken van net en ik was de hele tijd niet scherp. Ik denk, hoe kan dat nou? Is er een geest achter mij? Nee, deze meneer die stond de hele tijd achter mij en hij werd de hele tijd scherp gesteld. Als hij ineens een knipoog geeft, dan word ik echt gek en dan ren ik nu naar buiten. Dat zijn van die enge gedachten, hè? Van die horrorfilms. Dan ben je dus liever niet alleen. Maar dat moet ik helemaal niet doen. Niet zo raar, Marliek. Ik ga mijn gezicht eraf halen. Dat make-upje wat ik letterlijk voor 1 uur ongeveer op heb gedaan. En 3 mensen die in dat restaurant zaten. Want het was best een rustige dag vandaag. Dus ik snap echt werkelijk niet waarom ik die make-up op heb gedaan. Ach, goedemorgen. Opnieuw een prachtige dag. De tweede dag zit erop. Het is tijd voor mij om naar huis te gaan.
Echt super relaxed ben ik. Zo fijn, het gaat mezelf. Echt. Eén keer in de twee maanden ga ik alleen weg. Dagje weg naar de sauna. Van 's ochtends tot 's avonds. Ik miste mijn man vanochtend wel en de kinderen. En ik hou heel veel van gezelligheid. Nog even genietende van die prachtige bomen. Kijk nou, dit is toch gewoon een heel mooi straatje. Of heb ik het mis? Want is het leven toch een stuk fijner als het gewoon lekker weer is, hè jongens. Oh, de zon doet zoveel met je humeur. Ja, nee. Dit zijn van die momenten dat je dus duizend dingen tegelijk aan doet. Hey, nee. We hebben zometeen een evenement, een première van een kinderfilm. Nee, wil niet. Hey, nee. En ze zit de hele tijd het licht aan en uit te doen, terwijl ik gewoon mijn make-up moet doen hier. Oh. Oh, deze situatie dus. Hey, nee, je gaat het licht niet meer uit, want ik kan allemaal niks doen. Wat is dat, een sticker? Al die stickers op de deur ook continu. Aimee, het is een film voor kindjes vanaf 6 jaar. Durf je dat? Ja. Ik heb er echt super veel zin in om lekker met jou weg te gaan. Lekker met z'n tweetjes. Mijn man die kon pas vanaf 2 uur kon die de kids overnemen. En ik moest eigenlijk om 2 uur weg. Dus vandaar dat ik een soort overlapje had. Dat ik dus en de kinderen had allebei. En mijn make-up nog moest doen. En omkleden en alles. Dus dat was even een beetje stressvol, dat je meerdere dingen tegelijk moet doen. Maar dat ik ook denk van jongens, tuurlijk is het dan chaotisch. Maar het leven met kinderen is toch chaotisch. Want iemand in de vorige vlog had gezegd, jezus, wat een chaos en dit en dat. Ik zei ja, eens, ik ben lichtelijk chaotisch, want ik heb ADHD. Maar het leven met kinderen is toch sowieso gewoon één grote chaos. Zo gesteld. Een heel klein soort van glitter rokje wat je dus eigenlijk niet ziet. Waardoor het lijkt alsof je je blazer als een jurk aan hebt. Dat vind ik dus heel leuk. Zie je alleen je benen. Dan kun je stoere laarzen onder doen. Meteen outfit uit uiteraard. Als ik thuis ben. Chillpakkaam en eten. Mijn man heeft pizza's besteld. Ik heb totaal geen zin in pizza's. Maar goed, soms ga je gewoon maar weer voor gemak. Ken jij de mini playback show nog met Henny Huisman? Zo voel ik me dus soms. Als ik dan zo door die deur ga en dan komt er zo'n totaal getransformeerd persoon naar buiten. Nou, dat heb ik dus elke dag. Want daarnet was moeder 1 en dit is dan zeg maar moeder 2. En ik ben het allebei. Maar dit is dan wel weer een hele lekkere pizza met truffel en ei. En deze is ook lekker met mascarpone. Ik vind het heel belangrijk om heel even met jullie te praten over iets waar ik namelijk een ontzettende haat-liefdeverhouding mee heb. Kleding. Ik ben gek op mode. Al mijn hele leven word ik gewoon heel erg blij van het visuele, het esthetische van mode. Een leuke outfit, weet je, een krachtige outfit. Zorgt ervoor dat ik me krachtig voel. En mezelf af en toe even lekker laten gaan in een winkel, word ik gewoon een gelukkig mens van. Ik klink een beetje nasaal, want ik ben hartstikke verkouden trouwens. En ik heb ook heel erg last van een droge huid en droge lippen. Maar dat even terzijde. Daar gaat het totaal niet om, want het gaat om een heel belangrijk onderwerp. Namelijk milieuvervuiling. Hebben we nou een strenge winter gehad? Nee. Het hele klimaat is gewoon naar de knoppen, om het zo maar te zeggen. Dus ik merk wel, we moeten dingen veranderen. Als je houdt van shoppen, net als ik, dat zal niet veranderen. Maar shop dan gewoon wel bewuster. Bijvoorbeeld spijkerbroeken die enorm veel water verbruiken. Chemicaliën, chloor, wat allemaal mega vervuilend is voor het milieu. Dan heb je ook nog de grote kledingberg van kleding waar we niet vanaf komen. Wat verbrand moet worden, wat super vervuilend is. Ik ben zelf vanwege mijn smetvrees ja, niet heel erg van het tweedehands. Ik vind het fijner om af en toe wel iets nieuws te kopen. Maar ik wil wel
veel bewustere keuzes maken. En ik wil jullie op mijn manier in de toekomst veel meer gaan inspireren op het gebied van duurzame mooie merken. Waaronder een heel mooi merk. Ik ben super trots om daarover te mogen vertellen. Waar ik ook een samenwerking mee heb. Is namelijk een spijkerbroek die ik aan heb. En dat is van het merk Armed Angels. Zij zijn gewoon zo'n innovatief merk. Ze zijn continu in ontwikkeling hoe zij hun jeans en hun andere kleding op zo min mogelijk vervuilende manier kunnen produceren. Zij maken geen gebruik van giftige meststoffen. Zij gebruiken geen chloor. Ze gebruiken veel minder water. Een gemiddelde spijkerbroek die normaal geproduceerd is, verbruikt volgens mij wel iets van 10.000 liter water. Dit is een stretchbroek uit dus de Detox Denim collectie. Hij zit echt, vind ik, heel erg mooi. Ze hebben ook wat van die wijdere modellen, van die mom jeans. En ik heb hem dus nu ook in het zwart. Ben ik heel erg blij mee, want deze zit ook echt prachtig, vind ik zelf. Dit t-shirt is ook van hun. Deze trui is ook van Armed Angels. Ook allemaal van biologisch en heel vaak ook gerecycled katoen. Dus dat is nog extra duurzaam. Hiermee voel je je in ieder geval een stuk minder schuldig als je weer iets nieuws koopt. Vind je het leuk om een mooie nieuwe jeans aan te schaffen? Dan heb ik in ieder geval ook nog een kortingscode voor je. Voor 15% korting. Marlieke15. Zie ook onder in de omschrijving de link naar de website. Als je dan een etentje hebt, dan dress je hem gewoon up. Dress je hem up. Met een colbertje. Lekker oversized. Daar hou ik van op een strakke jeans. Dan doe je wel weer een groter item boven. Als het aan mij ligt. Een paar mooie oorbellen. En een tassie. Ready to go. Ik moet zo lachen, want ik ben dus vandaag bij Workmode. Althans, ik heb gewerkt en Chloé is er ook, super gezellig. Toen zei ik net, ik heb echt een paar zo'n moeke opmerkingen dat ik zei, ja, ik vind het wel leuk al die jonge meiden op kantoor. Houd me jong. Ik zit in een soort verjongingstraject. Wat gaan we doen? Een spontane borrel. Hoe leuk is dat? Mag ik mee als bakfietsmoeder? Super, tuurlijk. Moet ik hem 3 straten verder parkeren? Maar het is wel echt een bakbeest, hè? Het is echt een bakfiets. Ja, een bakfiets noemen ze dat, hè, schat? Omdat het een bakbeest is. We kwamen net langs een politiewagen. En die politiewagen die rijdt ineens terug. Alsof hij op zoek is naar ons. Kijk, hij komt eraan nu. Oh nee, hij gaat... Wat? We denken dat Marlieke wordt opgepakt. En dan staat er in de krant... Vloggende bakfietsmoeder naast Leeuw Kleine in de cel. Ja. Denk ik. Vloggende bakfietsmoeder. Ik ga stuk. Oh jongens, ik heb keelpijn. Oh, hij komt. Hij komt echt. En ik kom thuis en er staat een heerlijke nasi gemaakt door mijn schoonmoeder te wachten. Die heeft vandaag opgepassen. En ik heb er lekker 2 gebakken eitjes bij gedaan. Er zat eigenlijk wel ei in, maar ik had ineens zo zin in een ei. Zo, goedemorgen Joekertje. Goedemorgen. Ja, ik heb ook geen zin in vandaag. Zo, het is inmiddels maart. En als het maart is, dan schijnt de zon vaker. Laten we dat hopen. Dus, ik loop nu in de schaduw, maar... Ik ga lekker wandelen met Yuka. Sjoerd die gaat zwemmen met Aimee. Het was eigenlijk mijn idee om met haar te gaan zwemmen. Maar ze wilde liever met de vader zwemmen. Helemaal goed. Dus nu gaan Yuka en ik samen op stap. Zometeen komt een vriendin nog even gezellig meelopen. Koffietje halen en genieten van het weekend. Koekoek. Heb je er zin in? Heb je zin in? Ja? Ik moet zeggen dat het wel echt nog heel erg koud is. Vooral in de schaduw. En ik heb een nieuwe trenchcoat aan. Alleen eigenlijk is dat echt nog veel te koud. Dus dat is altijd een beetje met deze situatie, hè? Zo tussenweer. Dat je denkt, ja, zo'n dikke teddycoat. Misschien ook overdreven. Maar het is verraderlijk koud, is het nog. Lekker dit. We hebben gewoon een plekje gevonden in de zon. We gaan daar zitten. Een dirty chai is zo lekker. Als je dat nog niet kent, check it out. Dit is dus gewoon een chai latte, maar dan met koffie erin. Heb je echt best of both worlds. Gewoon maximale smaak en dan gewoon wel lekker je shot energie. Lekker, Yuka?
Yuka zit lekker aan de stickies. Zit helemaal onder weer, denk ik. Deze stickies. Nou, vanavond eten we wortelsoep. Met brood. Ja, ik ga lekker borrelen. Zo, dit licht is heftig. Even een beetje. Even een sfeerlichtje. Zo, dan zie je helemaal niks. Ja. Maakt ook allemaal helemaal geen fluit uit. We moeten al lang weg zijn. Ik ben alweer te laat. Ik ga borrelen gezellig met Sophia. En ja, ik ga nu lopen. Het voordeel is van dat ik midden in Amsterdam woon, is dat je echt binnen 2 minuten overal bent. Lopend. Ik heb nog steeds geen fiets. Wat heb ik aan? Deze top. Beetje half doorschuin. Die is van Refined. Deze leuke haarband met glittertjes. Een rokje. Rokjes oud van And Other Stories. Met zo'n leuke roesjes. Laarzen zijn van Manfield. La 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 la